Hallo iedereen en wederom welkom bij Happy Wheels en dit is part 4 intussen. En ik zit hier natuurlijk weer met mijn co-op Devin. Koe. Koe. Ja, dat heeft ook iets te maken met vlees. Ja. Nou ja, dat was voor de oplettende kijkers wederom. En dit is waarschijnlijk het laatste part van Happy Wheels. Ja, ik weet het. En, We want more. Sorry, ga verder. En ik hoor graag van jullie na dit part wat jullie ervan vonden. En als jullie dit helemaal geweldig vonden, dan ga ik er misschien mee door. Ik vind het geen reet aan. Ja, dat is jouw mening. Hey, ik woon in Nederland, ik mag mijn mening hebben, ja? Mooi. Ik mag weer beginnen dit keer, omdat Devin geëindigd is. De stand is even 3-2 voor mij, even dat gezegd is. Ja. En ik ga deze limbo doen, dit lijkt me wel grappig. Stel voor limbo, ken je dat spelletje? Dat zwarte mannetje dan? Lingo. Limbo. Oh, wacht. Zwart mannetje, ken je dat? Ja, dat is. Dat heeft met dit spel te maken, denk ik. Ja. Oh ja, wacht, dat spel ken ik wel. Wat de fuck? Zo, je arm is eraf. Door een beer of wat? Dat heeft veel pootjes. Oh, die is eng. Nee, dat is een spin. Daar. Die spin, die. Kom op, dit kun je. Muntje, ja, je hem gaat. Yes, victory. Oké, nu is het 3-3 voor mij. 3-3 voor jou? Als het gelijkspel wordt, dan weet je wie winnaar is, hè? Inderdaad. Ik. Als het gelijkspel is, meteen voor mij. Oké, zeg jij dan ergens stop of zo? Nee, stop. Hoe moeilijk is dat nou? Backyard wrestling, lijkt me. Nou, trouwens, die. Wel lekker. Die. Downhill. Die. Of deze. Nee, die. Niet deze, die. Volgens mij lijkt het, is deze heel erg makkelijk, maar. Niet deze, maar die. Je mag beginnen hoor. De stage en de keyboard is all yours. Oh. Wow. Ik heb het idee dat deze echt super makkelijk is. Oh. Nou, mag ik ook een keer makkelijker. Oeps. Oh. Zo. Wat kun je die sprong in godsnaam maken? Oeh. That's gotta hurt. Oké. Poging 1, welkom bij. En nee, we knippen het er niet tussenuit. Hey, Tieven! Toetsenbord reageert niet meer. Nu wel. Ja, ik heb mijn toetsenbord maar de schuld. Oké, poging 2. Nee, niks te. Easter egg. Oh. Boom! Er ontploft een heleboel. Ik ben nog niet dood! Yes, je kan nog doorgaan. Wat? Misschien is dit wel de bedoeling wat jij wil. Ik ken het level niet. Misschien ik ook niet, maar volgens mij. Dit kan niet goed zijn. Nee. Ik ga het toch proberen. Nee, dit ding kan niet springen. Ja, nou. Oeh, wat was dat? Wat? Dat wat eraf vloog. Ben ik het weten? Een stukje van zijn been, een stukje van zijn hoofd, een stukje van zijn arm. Kan van alles zijn. Hij trapt nu nog maar met één been. Ja, maar hij gaat nog steeds harder dan ik met twee. Ik heb dat wel eens geprobeerd, dat lukt niet hoor. Met één been trappen? Ja. Ja, klopt. Oeps. Bam, je leeft nog steeds. Oeps, niks aan het handje. Maar jij zei dat. Oh, daar ligt nog een mijn volgens mij. Daar, dat zwarte streep. Hè? Glitchy. Ja, daar. En nog steeds. Ik denk dat je er. Niet dood! Ja, oh, nu wel. Ik denk dat je er vanuit mag gaan dat je dood bent. Ja. Maar ik snap het niet hoor. Hoe kun je die sprong ooit maken? Nou ja, je kunt niet springen met dit ding. Dus ik neem aan dat je gewoon zo snel mogelijk vooruit moet gaan. En dat is alles wat je zou moeten doen. Oeh. Ik ging alleen vooruit. Niet goed. Wat? Tyfus, krijg aids. Ik ben nog steeds niet dood. We salten op de plaats. Oké, het staat gelijk. Ja. Ik ben weer aan de beurt. Ja, jij zit ook een makkelijk vast. Nou, volgens mij was dat. Nee, ik kan helemaal niet. Oké, en ik ga weer ergens. Nou, ik ga die stringen doen. Ik wil weet je dat heel zeggen? Ja, ik wil gewoon weten wat dat is. Oh, die hebben we al gedaan. Dat is een love story, die was best makkelijk. Nee, dan ga ik die ene die eronder staat doen. Die heb ik al een hele tijd voorbij zien komen. Happy deze. Wheel Future. Volgens mij is deze echt fucking makkelijk. Maar dat weet ik dus niet, zeg maar. Welcome to Happy Wheels. Ik weet dus helemaal niet wat makkelijk of moeilijk is. Jets val. Wow. Volgens mij is dit gewoon een soort complicatie van wat.
Epic Jump is dood. Ja, maakt niet uit. Leg maar uit. Epic Jump. Wow. Wow. Meen je dit? Meen je dit? Yeah. Nee, meen je dit? Ik ben nog niet klaar. Kom op. Ik zit niet vast. Ik ga achteruit. Je weet het goed dat je vast zit, hè? Ik zit niet vast. Net kwam ik ook nog overeind. Yes. Denk ja, ik. Maar jouw toetsenbord is een beetje glitchy ook, hoor. Nee, je komt door dit spel. Nee, ook jouw toetsenbord is glitchy. Oh my god, Neon. Zo, so, FPS drop. 7 FPS, tering. Oké, okay, mensen, dit is niet mijn schuld. Het komt gewoon door de maker. Dit is gewoon hartstikke veel. 6 FPS. 7, kunnen we nog lager dan 6? Ja hoor. Dan valt je computer uit. Everything neon. Fijn. Oh my god, neon everything. Lopen we hier nu weg? Thank you. Oh, en de frames gaan meteen weer omhoog. You see, Happy Wheels is going to the 7 years, stop it never really. God. Ik ben still heel Happy Wheels, fijn. Nee, er zitten glasdingen in mijn rug. Het zijn allemaal van die mini-complicaties. Oké. Okay. Nou, het staat 4-3 voor jou. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk wel. Ja, maar jullie moeten me geloven als ik zeg dat ik dit spel nog nooit heb gespeeld. En dat ik gewoon echt niet de levels uitkies. Nou, ga er mee. Pak er gewoon in waarvan je denkt dat die makkelijk is, want ik gun je dat punt. Ja, maar dat dacht ik bij die snow hill dingetje, dacht ik ook dat die makkelijk was. Weet je, wilde die niet bij jou wrestling dan doen? Nou, dat tik me aan. Ja? Ja, dat gaat gewoon proberen. Een short level. Ja. Nou, dan is het makkelijk op punten verdienen, denk ik toch? Kun je wat doen? Heb ik gewonnen? Volgens mij moet je... Wat moet je doen? Ik weet niet. Hij is nog steeds bezig met het beeld. Het poept daar en daar. Hij zit daar een beetje spastisch, vind je? Oh! Holy Jesus. Oh, deze ken ik. Oeh, ouch. Je hond vreet me nu aan het dichtbij. Maar niet. Ik wil mij even... Ik doe het nog een keer. Want je moet namelijk loslaten. Dan word je gewoon gelanceerd. En dan neem je die gast mee. Ja. Auw. Oké, okay, dat is dus niet de bedoeling. Ja, dit is je laatste poging, hè? Ja, dat weet ik. Nou, weet je... De kanonskogel. Nou ja, mocht het je niet lukken, weet je, dan geef ik je nog wel een poging. Ah, vind je de bal ook echt, hè? Ja. Ik, alles zit niet meer van punten. Ik word het nog wel proberen. Ja. Dit moet te halen zijn. De vliegende man. Nee, dood. Nee, ik kom nog verder. Ik ben nog niet dood. En wat kun je in godsnaam doen bij dit level? Wacht. Volgens mij, wat ik nog weet, is ik heb echt een keer gezien in de tweede. Volgens mij was het zo, dan moest je deze man wel pakken. En die moest je dan zeg maar jouw klap op laten vallen. Dus niet zo. Maar je moest wel verder. Je moest wel verder komen. En je moet wel een muntje pakken. Backyard wrestling. Dan deze wel iemand vastpakken. Waar de hek zit dat muntje? Maar je kunt ook verder echt niks doen. Nee, dit is het enige wat ik kan. Ik moet verder kunnen komen. Dus. Oké, kom op. Ja, en nu? Niks aan de hand, hè? Oh jee, niet aan die hond. Nee. Ik ben aan het proberen niet met de hond te gaan. Wow! What the actually fuck? Moet je dat grabben ofzo? Ik kan het proberen. Oh, nou. Krijg je een eetspel? Waar kwam dat ding vandaan? Ik durf het niet te zeggen. We're flying high. Oh, oeps, ik zit in een grasmaaier. Heb je dat trouwens gehoord, namelijk dat zitten denk ik? Grasmaaier. Heb je dat gehoord? In de Bredaarse, nee, op de Bredaarse kermis? Het feestelijke examen van jou, ja. Nee, op de Bredaarse... Tyfus! Ja, die op de Bredaarse kermis. Is dat een nieuwe kant of zo, de Bredaarse tyfus? Ja, nee, even serieus. Op de Bredaarse kermis is een meisje uit de breakdance geval. Nee.
Je was sterk aan het breakdance ofzo. Ja man. Ik snap geen fuck van dit level. Nee, ik ook niet. Oh, slow epic. Oh, oeps. Oh jee. Epic slow motion shizzle. Nog een keer. Hoe vaak ga je dat nog proberen eigenlijk? Ik weet het niet, ik vind het gewoon grappig. Ik vind het wel van. Maximum was een 3 en ik heb. Ja, van, nou, dan laat ik het nog wel een vierde keer proberen. Epic. Op de hond. Volgens mij doe je gewoon iets helemaal verkeerd, want ik zag er ook nog meer. Hè. Toen je, volgens mij moet je ergens gewoon heel erg terughouden, dat je ergens veel sneller valt. Want dat je daar ergens die kanonskogel moet pakken. Of die... Kijk. Ja, maar dan moet je een langs die hond. Tyfus hond valt dood. Wordt hij niet direct doodgemaakt? Nee, die ging er overheen. Die kanonskogel, wat is het? Laat nou even die meneer zijn benen los. Dit is echt de laatste keer. Hij gaat toch niet meer verpunt, maar dit is de laatste keer. Nee, het is gewoon niet verpunt. Wat is dit geluid ergens? Nou, dat is wat nieuws van mij. Dat is bij opa, dat kan dus vliegen. Oké. Kom op, hè. Is het mega windy? Nee. Nou, wel een mooi weg. Hey! Dus dat was hem. Hij was niet verpunt, maar we weten niet hoe ik level wordt. Oké, mooi. 4-3 voor jou. Zijn we ook helemaal blij. Voor de mensen, zo moet hij dus. Ja, dus willen jullie het zelf ook doen. Ja, dan hopelijk nou ga jij gelijk echt gewoon 3 keer dood. En kan ik hem nog net 4-4 maken. Ja. Dus even kijken wel. Ik krijg ja, obstacle-curse vraagteken. Ik weet niet. Het vraagteken? For the thrill of your life. Oké. Level is this isn't too hard. God, partering. Ja, ik pak er gewoon een paar. Creatiefus. 30 fps, dat is wel lekker. Ik pak er gewoon een paar tussenuit, hè. Ik gewoon... Ja, dat weet ik. Je hebt gewoon stiekem gisteren zitten oefenen. Klap. Oh, deze ken ik wel, ja. Die kan je best vaak doodgaan als je het verkeerd doet. Ja, al bijna. Je weet wat er met je vast zit, hè? Ik zit niet. Hou je mond. Je weet wat er met je vast zit, hè? Je weet wat er met je vast zit, hè? Als jij daarover begint, dan kom ik vast te zitten. Waarom gaat hij nou wel zo hoog? Thank you! Je zit vast. Oké, dat was poging 1. Damn it. I love this game. Ja, vooral als ik verlies. Oh ja. Maar dit vind ik ook zo. Fuck. Je bent dood. Wat kan dat nou? Nee, mijn lichaam gaat nog. Auw. Nee, je bent dood. Poging 2. Dat moet je niet doen. Hoezo kan ik dood zijn? Er komt alleen maar bloed uit mijn nek, bij mijn hoofd over te zitten. Dan kun je toch gewoon doorgaan? Dan kruip je op mij part door. Ah, pas op voor jou. Kijk, daar is die helm voor. Nee, kom op, daarop. Oh, kom op, je weet dat er een beetje vast zit, hè? Ik zit niet vast en ik ben niet dood. Auw, kom op. Dude. En dat was 3. Dude. Ik ben mijn 4 keer voor spek en bonen. Dit slaat mij, nee, ik ga hem gewoon halen. Succes. Nou, je kop. Hi. Auw. Klap. Ik ben alleen maar misselijk voor jou. Je weet wat er gebeurt, je was zitten. Nou, je kop. Jij jinxt dat gewoon. Auw. Oh ja, terug en naar beneden. Hij zit op zijn eigen benen. Je weet wat er gebeurt, je was zitten. Ik zit niet, hou je kop. Oh, 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 oh. Ja, ah, wat? Dat kan niet. Ik kan nog door, ik kan nog door, ik kan nog. Ah. Nee. Oké, dit is gewoon silence en dit is gewoon omdat ik jullie even uit wilde laten lachen. En hopelijk zat je op dat moment te lachen, want veel grappiger dan dat wordt het niet. Ah, oh, ik vind dat ook wel leuk. Hij is een helm kwijt. Hoe kan dat nou? Ja, nee. Crack aids. Nee. Dat ding zit vast. Ja. Wow, de vliegende lichaamsdelen. Vliegende lichaamsdelen. Trampolines. Let's get it. Jongen, hoeveel bloed kan één iemand hebben? Volgens mij is het... Daar gaat één dingetje van ja, maken. Dat is je hart. Oh, je blijft altijd je hart vol. Nou, mijn hart kan toch nog wel door. We're flying out. Hij rolt. We're flying out.
Auw, klap, auw. En beenloos. Wie heeft zijn benen nodig? Ja. Echt waar, gewoon overrated. Wie heeft de benen nodig als je swag hebt? Natuurlijk. Je weet het. Hé, hey, je lichaam was er. Mijn lichaam was er, dat vind ik toch heel hard. Ja, pas op je rug. Pas op voor de dingen. Springen, duwen. Verkeerde moment. Oh, en stop. Oh, komt die weer op mijn hoofd dan? Nee. Ik denk niet dat we wat veel... een anticlimax. Ik denk niet dat we veel verder gaan komen dan dit. Wat een anticlimax. Lang leven de anticlimax. Weer vlaag. Kom, ga niet zo. En nou, zachte landing. Je weet wat ik beurtje van zit, hè? Het is nou inmiddels niet grappig meer. Kom op! Oeh, rage. Down. Rage. Down. Ga weg. Rage. Oké, okay, maar beurt. Is mijn beurt? Jouw beurt. Zo ben ik jou? Nee, niet meer. Als ik in een slechte bui was, dan liet ik hem jou ook doen. Jou hem ook doen. Wat? Hem jou ook doen. Ik kies er gewoon in voor jou uit. Voor deze. Good Bus Extreme. Ja, die. Nee, niet de kerstman. Nee, ik wil deze aanklikken. Ja. Ik ga hem. Oh. Kom op. Oké, okay, dan doen we die dus blijkbaar. Damn it, jawel, ik ga hem doen. Jawel, je gaat hem doen. Punt. Skip me niet, je gaat hem doen. Thank you. Daar houden we iets, zullen we maar zeggen. Je gaat hem gewoon doen, klaar. Oh, how nice. Oh, sorry, wacht even. Deze mag je even of niet? Nee, 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 deze is anders dan. Hoezo? Oh, je moet... Je niet op je voertuig erin moet. Dan moet je inzien. Je past er niet eens in. Ik heb het een dikke reet, merk ik alweer. Ah. Oké, okay, nou, daar gaan we. Hoe kun je dat dan activeren, in godsnaam? Niks, dat wordt gewoon op tijd. Je moet gewoon zorgen dat er op tijd in komt. Maar je zat dan net met je auto weer. Oeh, oh, tyfus. Volgens mij is dit gewoon een heel makkelijk level. Ik zie jou nog wel doodgaan hier zo. Ja hoor. Nee, 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 nee. Ik hoor van alles breken. Je kunt niet meer leven, wat? Ja, dat bedoel ik. Als er aan het einde komt te staan, victory, heb ik gewonnen. Nee, nee, nee. Ah, jammer. Nee. Ik krijg iets. Ik probeer hem nog een keer. Mooi. Deze kun je gewoon niet winnen. Oh, één been erin, ander eruit. Top van je hoofd. En ga gewoon liggen. Zijn kont omhoog. Ben je klaar om genomen te worden? Weet je, fun fact, zo sliep ik vroeger af toen ik klein was. Echt? Ik ja, met mijn kont omhoog. Ik weet dat ik geen armen meer om vast te houden. En dan heb ik geen nek meer. En je hebt geen hoofd meer. Wow! Zo'n bus wil ik ook. Oké. Okay. Waarom heb je deze formaat gekozen? Dat weet ik veel. Hij klonk grappig. En nou heb je nog maar één poging over en dan hoop ik niet dat je dit keer gaat halen. En nee, in de bus. In de bus. Oh jee, nou lig je daar lig je er bovenop. Ik denk niet dat heel erg veel gaat helpen. Heb je hem vast? Ja. Ik heb hem nog, ik heb hem nog. Oh. Nee, maar we gaan vanwege de tijd gewoon gelijk door. Dus nou ga ik even jou kiezen. Oké, en dat is dan... De laatste? De ene laatste dan toch? Nee. Ja, jij was begonnen in de totaliteit of laatste? Ik vind eigenlijk dat we hier moeten stoppen. Nu? En dat ik gewonnen heb. Dat is prima. En hij loopt ook vast. Nou, dat is mooi. Dan moet je niet klikken, dude. Oké, okay, scrollt er omhoog. Rustig. 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 Goed. Nee, terug. Rustig. Bijna. Nog een keer. Nog één keertje. Nee. Goed. Jawel. Ja, dat is goed. Zo. Ja, zo. Stop. Stil. Nee, stop, ja. Ga niet huis af. Weet je, nee, nee. Werkt dat bij jou ook met die page up en page down? Nee. Nee, maar we gaan hier stoppen. Nee, niet doen. Kom, hé, serieus. Kom. Hey, klaar. We gaan hier stoppen. Nou, stik, Dorie. Oké, okay, en met dat gaan we inderdaad afsluiten. En ik denk dat we... Nou, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Afsluiten, dat gaan we doen. Afsluiten. Dat gaan we doen, klaar. Ik dacht iets, maar ik weet het niet meer. Niet denk ik, dan gaat alles mis. Ja, inderdaad. En dan hoor ik jullie reviewen op deze serie wel. En dan hopelijk vinden jullie het leuk en krijg ik meer kijkers en dat soort dingen. En trommel vooral al je vrienden op en dat soort dingen. En ja, heel grappig. En laat ook even een reactie achter en even een duimpje. En dan weet ik dat je het leuk vond.
En dan waren dit Devin en ik. Ja. Tot de volgende keer. Hoi. Adieu.